Ik denk dat ik iets ga nodig hebben deze video. Ik ga even om iets gaan. Moment. Ik heb mijn fluohesje aan. Dus je weet wat dat betekent. Hè. Even tijd om even Instagram te recapituleren en even de voorbije trends te bespreken met jullie. Want er moet hier duidelijk terug naar halt geroepen worden. En als niemand anders doet, moet ik het wel doen. Dus gebeurt en mensen, we hebben een nieuw dieptepunt bereikt. Er zijn eigenlijk zo'n paar dingen, een paar zaken die mij storen in het leven. Gelijk onrecht, racisme, mijn pc die uitvalt tijdens het monteren. En dan heb je van die fucking lelijke Instagram foto's. Een paar maanden geleden hadden we de hype rond de deurfoto. Je hebt wellicht wel mijn rant gezien die ook op YouTube is gekomen van eigenlijk mensen die gewoon voor random deuren binnen foto's pakken en dat op hun Instagram binnen te zetten. Dat glaasje hier, dat is nog van dat vijfde glas. Daar kun je niet door, hè. En dat scharnier hier. Weet je dat? Dat ga je niet vooraf in de geburen vinden, hè? Nee, nee. Iedereen heeft dat hier allemaal. Ik krijg nog mijn sponsjes te schuren voor die verf hier te krijgen. Mag ik een foto pakken of niet? Wil je een kamakken dat hij weg zit, godverdomme? Toen had ik al zoiets van... Ah, dat is een klein beetje cringe. De deurfoto is geëvolueerd naar nog iets erger. Ze hebben het eigenlijk omgevormd naar een nog abstracter concept. De muurfoto. I want to die. Echt, het woord zegt het eigenlijk gewoon zelf al. Mensen die gewoon voor een muur een foto gaan pakken. Ze kunnen zeggen van het klimaat is een wereldprobleem, maar een muurfoto, ik vind dat op de agenda van alle politiekers moet komen. Zie. Ik heb mijn fluohesje aan, dat is hier een sociaal probleem aan het worden en dat moet gestopt worden. Ik kan gewoon niet rustig op Instagram zitten of mijn nieuwsfeed of ik weet niet wat, en zeker niet op de gsm van mijn vriendin. Hoeveel fucking foto's dat ik gewoon tegenkom, gewoon van mensen die gewoon van een muur staan. Oké, draai waarschijnlijk rond je outfit of je pose of ik weet niet wat allemaal dat interessant is voor u. Maar kijk gewoon naar je foto, is dat een schone foto? Nee, dat is geen schone foto, want je hebt geen diepte, je hebt niks. Aan een deurfoto heb je nog een deur, en dat klinkt dom, omdat het ook is. Maar een muurfoto heb je dus gekloot, hè. Ik zei het ook zo nog in de vorige randvideo van ja, er zijn een paar factoren die een foto mooi maken. De belichting, uw scherpte, diepte, dus uw dingen, uw diepte in uw foto. Maar als je een muurfoto hebt, stel dat deze muur is en jij bent een persoon en jij staat hier en ik trek met een Kodak zo'n foto, dan heb ik zin om met uw kop tegen. Ik voel me precies een verzuurde 60-plusser die overal commentaar opgeeft. Maar kijk, in deze samenleving mag een mening hebben, dus ik geef ook graag mijn mening op YouTube. Je mag doen en laten wat je wilt, maar ik denk dat het beste is eigenlijk voor iedereen dat je even stopt met die muurfoto's. Ga er iedereen een plezier mee doen. Amai, Georgette, dat is een schone muur. Hè. Ah ja, kom eens om er een foto van pakken. Ja, ja, oh, ja. Een muur op, ja, dat is goed. Hè. Amai, dan een muur met verf, amai. Oeh. Een bakstenen muur. Dat is een goed muurtje, zeg. Godverdomme, ze. Stop. Ik denk dat mijn punt duidelijk is. Even afronden en stoppen met de muurfoto's. Dank u wel.